Hallo, fijne dag, mijn beste koetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van SimCity in het plaatje Breng mij die tinnen ziel. Alhoewel, plaatje, volgens mij hebben we momenteel het punt bereikt dat we al metropool zijn, of niet? We zijn inderdaad al metropool, dat is super mooi. We zitten op een inwonersaantal van 49.000. Dat is niet verkeerd. Moet je kijken, de groei hier. Die zakt er een beetje in, maar hier, paf. Blijf maar groeien, mijn beste koetjes. Blijf maar groeien. En qua budget gaat het ook lekker. De recycling van onze goederen gaat voorspoedig. We verdienen heel veel daarmee. Even kijken hoeveel we ondertussen al aan verdiend hebben. Plastic en legeringen. Super goede combi. Verdient lekker goed. En wij hebben hier ook nieuwe shit vrijgespeeld. Zoals hier. Skynet mechanische systemen. Voor degene die de Terminator films kennen is dat geen goede ding. Cybercorp. In ieder geval krijg je allemaal mooie dingetjes die lekker veel waard zijn en lekker veel belasting opleveren. Behalve dit bedrijf. Deze gaat volgens mij binnenkort failliet aangezien ze geen werknemers kunnen vinden. Dat is natuurlijk gigantisch vervelend voor hun. Gigantisch mooi voor ons, want dat stimuleert ook wel weer van die dingen dat zij misschien gaan innoveren en zo. Betere technologie toepassen en dergelijke. Er is heel veel verduistering op de universiteit en ik weet niet waarom. Blijkbaar houden de studenten zich bezig met criminele activiteiten. Oké, de verduistering is nu weer weg. En we moeten nog maar 17 studenten extra erbij. En dan kunnen wij de gemeente of de universiteit upgraden. En dat is iets waar ik al lang op wacht. Want dan kunnen wij ons eerste echte onderzoeksproject starten. Moeten wij als eerst volgens mij gesloten collega's zocht. Oh, blijkbaar de stel professoren ontslag genomen. What the fuck? Ik zou het leuk gevonden hebben, ook kon je je universiteit een naam geven. Dan had ik het Zwijnstein genoemd. Weet je waarom? Omdat je prijsvijzen ook professoren hebt. Daarom. En ook in... Ook hierop, op universiteit en bij Zwijstein, snap je? Ik weet nog niet eens waar ik het over heb. We hebben trouwens momenteel hebben ze niet echt gerecyclede goederen, dat zijn wat minder. Laten we even kijken hoe het trouwens met het aantal recyclede goederen voorstaat. Is iedereen met recycling bezig? Redelijk wel, de universiteit produceert lekker veel ervan. En het voor mij vermindert ook het totaal aantal afval wat gebruikt wordt. Is er ook overschot? Nee, volgens mij niet. Hier verbranden we een deel van het afval. Dat is natuurlijk niet goed voor het milieu, maar we hebben momenteel niet echt een keus. Het is best wel ironisch. Wacht, produceert ook trouwens de recyclingcentrum recyclebaar afval of niet? Nee, dat zou ik vrij ironisch vonden hebben, maar dat is niet het geval hier. Maar zelfs de plek waar wij die gerecyclede goederen naartoe geven, daar zijn gerecyclede goederen die ze kunnen recyclen. Is dat niet vreemd? Ik denk het niet. Persoonlijk vind ik het niet. Maar goed, laten we even kijken. We gaan misschien de processorfabriek deze aflevering nu zetten. En wanneer wij dat doen, verdienen wij bakken met geld. Want processoren zijn, oh, zo nice. We kunnen dus nu omswitchen naar, in plaats van dat wij een studentstad worden, kunnen wij omswitchen naar een specie in elektronica. Ja, dan krijgen we als goed is missies om elektronica shit te gaan toepassen. Dus dan doen we dat even lekker. Dan moeten we even wachten tot wij een missie ervoor krijgen. Want ik doe het liefst met missies. Weet je waarom? Omdat als je zo'n missie complete, krijg je er geld voor. En ik ben natuurlijk zo'n skeer de beer dat hij gewoon een overal geld wil voor hebben. Maar dat is ook natuurlijk goed voor mijn stad, hè, als dat gebeurt. Dus daar wachten we op. Zo te zien kunnen deze gebouwen ook upgraden. Dus laten wij dat ook maar even doen. De wegen hier upgraden zitten momenteel toch op 100.000 simdollar. Kan je nagaan. De vorige aflevering waren we bijna failliet. Maar nu reizen wij als een phoenix uit de as van onze stad. En worden wij awesome. Onze stad tenminste. Wij als burgemeester misschien ook. Dat kunnen wij zien in de waardering. Wat vinden ze van onze 82%? Is niet verkeerd. Is zegelukkig aan het stijgen. Lage industrie wordt lager. Dat moeten wij eigenlijk wel hebben. Dat hun wat ongelukkig zijn. Want dat betekent dat ze uit mijn stad opdonderen. En dat er... Oké, in ieder geval commercie is gigantisch blij. Woongenot, volgende landwaarde. Er gaan steeds mensen doodsfeestelijk. Maar in ieder geval, het gaat supergoed. Gaan hier hogere gebouwen komen? Niveau 3 gebouwen of niet? Nee, nou, ik weet niet of het niveau 3 gebouwen zijn. Geldniveau 3 gebouwen. Dat is mooi. We moeten even wat meer studenten zien te krijgen. Waarom komen er niet meer studenten bij? Wat is dit? Ik bedoel, gisteren hadden we meer dan genoeg studenten bijna. En nu zitten we een beetje op die edge. Oh, maar kijk, er zijn ook alleen maar echt de dikke patsenwagens hier. Alleen maar voor de rijke mensen. Is mijn universiteit al zo onbetaalbaar dat er alleen maar rijke mensen naartoe kunnen komen? We hebben niet echt een speciale, specifieke opleiding hier of zo. Volgens mij. Nee. Nee, dat totaal niet eigenlijk. Oh, kijk, het wordt een niveau 3 gebouw. Dat vind ik fijn om te zien. Dat betekent dat heel veel rijke mensen hier naartoe komen. Misschien komt het ook gewoon omdat er gewoon heel veel rijke mensen in mijn stad wonen. Dat er daarom alleen maar rijke mensen gaan studeren. Misschien ligt het daaraan, ik weet het niet. Ik vind het verwarrend. Hoe ligt het trouwens hier nou met de grondstoffen die gecycled worden? Maar het ziet er goed uit. We hebben hier plastic, legeringen. Al die leuke shizzle. Maar laten we even kijken. We gaan de procesfabriek plaatsen. Zijn hier nog bedrijven die personeel tekort hebben of niet? Nee, het is ook echt alleen maar degene met lage dingen die... Of lage industrie die problemen hebben met werkgevers of werknemers die niet naartoe komen juist. De rest hebben ze overal gewoon mooie shit hoor. Wat is er daar? Labs. Industrial labs. Oké, hier worden ze met robots geproduceerd. Dat is op zich wel mooi, want dat betekent dat het meer, hoe heet het, kapitaalintensief is in plaats van arbeidintensief. En dan kan het uitleggen.
Als het meer kapitaalintensief is, dat betekent dat je heel veel investeert en daardoor robots krijgt en dat soort dingen. Waardoor je productieproces veel soepeler gaat en veel sneller. En je hebt ook arbeidsintensief, dat is dat veel met de hand wordt gedaan. Dus dat is eigenlijk mooi dat hier allemaal meer kapitaalintensief wordt. Dat betekent dat er meer werknemers gewoon geen werk hebben, omdat al hun werk vervangen wordt door robots. Dat is natuurlijk in tijd van crisis wat minder goed. Maar dat betekent wel dat zij werk kunnen vinden in andere bedrijven die hun nodig hebben. Dus eigenlijk is het gewoon allemaal goed hier. Ik denk dat ik even deze weg moet upgraden, want waarom ze besluiten hier allemaal dan langs gaan, weet ik niet. Maar ja, laten we toch maar gewoon even de verkeersdoorstroom helpen. Omdat we aardig zijn. Maar goed, de processorfabriek. Hier komt hij dan. Hoe duur is dat ding? 1600.000. Oké, we hebben bijna genoeg. Als we nog een keer de partij plastic verkopen, dan hebben we volgens mij genoeg. Of legeringen. Dan plaatsen we hem gewoon. Hoeven we geen leningen voor afsluiten om hem te plaatsen. Want ja, dan moeten we ook weer rente overbetalen en aflossen en zo. Is wel minder. Wacht tot het af opgehaald wordt. Maakt niet uit, wordt er in ieder geval genoeg plastic hier geproduceerd. Hoppakee, het gaat hierin. Recycled goederen komt daar als plastic uit. Dit zijn volgens mij balen plastic of zo. Wat is dit? Ja, dit is plastic in ieder geval. Gaan we even kijken. Hier hebben we de legeringen. Dat zijn die metalen buizen. Nice. Legeringen zijn volgens mij een combi van koper en dan nog een metaal. Dan zijn het legeringen. Is het metaal met koper erbij gevoegd? Dan is het legeringen volgens mij. Ik weet niet helemaal 100% zeker meer hoe het zat. Maar hebben we dan ondertussen al een missie gekregen om processorfabrieken te plaatsen? Of hoe zit het nou? Volgens mij niet. Jammer. Want ik heb liever, zoals ik al zei, een missie dat ik die shit moet plaatsen. Want dan krijg ik tenminste geld voor. Ah, boeken maar. Ja, geld. Ik krijg fucking meneer Krapzel. Wilde Willy Corp. Het gaat met heel goed volgens mij met hun. Ze zijn gigantische vredes, draaien veel winst. Oh, wat is met hier gebeurd? Oh, dat gebouw is afgebrand. Dat is vrij zonde. Oh, jammer nou. Verlaten gebouwen. Waar dan? Ja, dat gebouw is denk ik alleen verlaten. Oké. Ik zie dat trouwens heel veel vraag naar werknemers. Dus we kunnen op zich wel weer uitbreiden onze woonwijken. Maar even kijken welke kant we dat opdoen. Oh, we hebben trouwens genoeg voor een procesfabriek. Dus laten we die plaatsen. Maak even een speciale weg daarvoor. Hier zo. Dit is wel een mooi weggetje om neer te zetten. Dus ik wil wel een beetje achter de recycling of langs de opslagplaats voor goederen doorhalen. Hier zo. Mag dat game? Mag dat alsjeblieft? Mag dat? Nee, zo te zien niet. Ik wil het gewoon hebben dat ik alles een beetje compact heb. Want anders... Ja, anders kom je later weer, heb je ruimte gebrengen zo. Oké, dat wordt hem dus niet. We kunnen hem in de buurt van die recyclingcentrum plaatsen. Of bij een universiteit in de buurt. Nou ja, dat doen we maar gewoon een weg hier zo. Dan maakt niet helemaal uit dat hij hier aangesloten zit. Of we kunnen hem hier plaatsen natuurlijk. Maar ja, dan... Ik weet niet of het goed is voor de landwaarde. Ik gok van niet, omdat het een fabriek is. En ja, mensen zijn niet zo blij als een fabriek in de buurt staan. Oké, we komen watertekort. Misschien is het handig om een pompinrichting neer te zetten. Ik bedoel, we hebben het geld ervoor. En hoe duur is hij trouwens? 44.000. Oké, dan hebben we bijna genoeg om dan weer die andere shit te plaatsen die ik wou. Maar dit verlaagt drastisch wel, voor mij de landwaarde wel drastisch. Dus we zetten hem maar gewoon hier neer. Ja, een stukje deze kant op. Hebben we de meeste efficiënte ruimte. Dat zie ik idee. Bots! Hebben we nu een overschot aan water? Nog steeds niet genoeg? What the fuck, dat is daar. Maar even kijken hoe het hier nu met de grondwaarde voor staat. Als het echt tering laag is, dan gaan natuurlijk mensen het verlaten. Nou, het valt al mee. Ik bedoel, hier is de grondwaarde natuurlijk gigantisch laag. Maar dat komt vooral door de windmolenpark hier en de pompinrichting daar. Maar we hoeven dingen van deze hebben we niet meer nodig. De watertoren hier. Dus er kunnen daar weer hoog gebouwen komen. Geen stromend water. Serieus, je hebt 5 seconden geen stromend water en je verlaat meteen mijn stad. You asshole. Dat vind ik echt een asshole move dat je dat gedaan hebt. Maar goed, die kunnen dus de gebouwen upgraden als ze dat willen. Dan moeten we hier eens even dit plaatsen. Tekort aan arbeiders. Oh, inderdaad. Zoveel vraag naar arbeiders, maar we hebben niet genoeg ruimte om al die arbeiders te herbergen. En dergelijke. Oh, dan hebben we hier ook weer een soort alternatieve route gemaakt om voor alle mensen om naar het werk te komen. Maar goed, we hebben nu dus bijna geld genoeg om de universiteit, de processorfabriek te verplaatsen. Hierzo. Dat kost 160, dacht ik. Dan zitten we wel meteen dik in de schulden, volgens mij. Want hoeveel duurt het om het onderhoud per uur? Oh, maar 700, dat valt mee. Waar zetten we hem neer? Hierzo moet natuurlijk wel nog allemaal andere shit erbij plaatsen. Maar eens kijken, hier zo. Techniveau. Dit heeft groot techniveau. 144 techniveau. Oh, dat is niet verkeerd. Of nee, 1440 techniveau, dat bedoel ik. We moeten denk ik een tweedehands depot plaatsen, want we moeten nieuwe chips en dergelijke hebben. Geen legeringen op productielichtstil. Ze hebben plastic en legeringen nodig. Dan moet je 10 keer raden wat wij nou juist aan het recyclen zijn. Plastic en legeringen. Maar ja, dan kunnen we beter hier zo zeggen van de productie van... Hey, niet dat plastic en legeringen moet doorverkopen. We kunnen het beter gebruiken voor eigen consumptie. Dus dan moet ik dat even... Waar kan ik dat ook weer doen? Oh, hier zo. En dan naar... Weer de leveringen internationaal maakt. Welke leveringen? We gebruiken het gewoon. Plaatselijk gebruik, ja hoor. Oké, dat is mooi. Wat is hier dan aan de hand? Met de chipfabriek.
Grondstoffen zijn op. Ja, die komen als het goed is eraan, want ik zie daar vrachtwagen met legering aankomen, dus dat is mooi. Ik vraag me af of deze trouwens ook gerecyclede goederen produceren. Het kan natuurlijk, want ze hebben vast ook wel een kantoor waar ze alle distributie van processors regelen en dergelijke. Zal daar eens even naar kijken. Vuilnisbakje. Vuilnisbakje. Daar. Nee, ze produceren het zelf zo te zien niet. Of het is al opgehaald. Dat kan ook natuurlijk. Nu hebben ze nog plastic nodig. Komt ook plastic aan. En processors worden geproduceerd. Yahoo! Dan krijgen we lekker veel monies ervoor. Als de processors eindelijk verkocht worden. Dus moeten we even één dingetje verwijderen hier. Eén opslagplaats voor vrachten. Hier zo. Bakhuis vrachten. Die kunnen voor mij op het weg. Dan zetten wij een... processor dingetje. Hier zo. Een opslagplaats voor processors. Die hebben we nodig. Bats boom! Processors erbij. Laten we even kijken. Hoeveel krijgen wij daarvoor dan? Processors. Exporteren. Oh, 100.000 per 1000. Holy shit. Dus als we gewoon al 10.000 kratten processors verkopen, dan verdienen we echt kapitalen eraan. Niet normaal. Alleen, je moet even grotere productie hebben dan natuurlijk. Wat hebben we hier trouwens? Montageband voor processors. Kost 50.000 om te plaatsen. Ja, dus wij kunnen twee productiebanden plaatsen als wij ook maar één van die dingen verkopen. Dat is best wel nice. Even een mooi bord plaatsen. Bord voor processorfabriek. Laat die dan een beetje, ja, zijkant van de fabriek of zo. Of aan de andere kant van de straat. Dat kan natuurlijk ook. Want hier kan je waarschijnlijk ruimte nodig om extra processorbanden te plaatsen. Montagebanden. Dus we plaatsen hem hier gewoon. Wat staat er dan ook op? Tech. Electronics Factory. Voor mij werkt ze ook efficiënter. Al zijn er meer hoger opgeleid in deze stad. Dus even kijken hoe mijn universiteit voor staat. Upgrade beschikbaar. Fuck yeah. Mooi. Dan gaan wij dingen plaatsen. Oh nee, het is ons project. Die bedoel ik niet. Ik wil upgraden die shizzle. Upgraden. Dan gaat er weer vuurwerk komen en shit of niet. Wat is er nou eigenlijk veranderd? Is die nou gewoon groter geworden het gebouw of niet? Volgens mij wel. Alpha, beta, zeta. Huh? Ik weet niet eens wat dat inhoudt. Kan ik even een helikopter langs om te rapporteren over de uitbreiding van onze universiteit. Dat is mooi. Dat is mooi. Daar word ik blij van. Dan krijg ik meer regionale aandacht en denken de mensen van... Goh, dat is wel een goede universiteit. Laten we daar naartoe gaan. Maar welke gaan we ook weer plaatsen? Wetenschappelijke opleiding, dat is veel studenten zijn en ook mensen die geavanceerde industrie is dat toe. Dat kunnen wij zeker gebruiken, maar welke wouden wij nog meer doen? Laten we überhaupt kijken wat al onze andere onderzoekprojecten kunnen krijgen. Kunnen we geconstateerde zonnepanelen plaatsen? Grote constructie zonnepark, daar hebben we nooit energie met tekort. Wetenschappelijke opleiding, wetenschappelijke opleiding, technisch hogeschool. Technisch hogeschool, nou we gebruiken geen kolen, dus dat hoeft niet. Geneeskunde, rechten... Technische hogeschool. Ik denk dat ik begin met de wetenschappelijke opleiding. Want dan kunnen wij een kerncentrale plaatsen. Of we doen wel technische hogeschool. En dan kunnen wij de beste zonne-energie produceren. Of de beste windenergie. Hoe duur is zo'n ding te plaatsen? En het was de technische hogeschool toch? 40.000. Oké. Okay. Dus als wij dus gewoon kratten verkocht hebben van processors. Dan plaatsen we die even. De processors leveren gewoon zo motherfucking veel op. Dat is gewoon gigantisch fijn. En we kunnen ook kerncentrale plaatsen, maar ik weet niet zeker of die meer gaat doen. Want windenergie vinden de meeste mensen wel leuk. En het is minder risicovol, want als je gewoon kerncentrale ontploft of meltdown krijgt, ja. Weet je, dat heeft een beetje negatieve gevolgen voor mijn hele regio volgens mij, of voor mijn stad. Vooral voor mijn stad, de regio boeit het niet zoveel. Want als hier een meltdown gebeurt, dat betekent niet dat Lolfleet en Wouters Wien omgeven geëvacueerd moeten worden ofzo. In real life natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk een game, niet real life. Want hier kunnen ook aliens en Godzilla-achtige monsters voorkomen. Het zou nu bij Sweerdonis zijn, dan worden we aangevallen door of Godzilla of aliens, maar gelukkig niet. Oké, okay, hoeveel processors hebben we momenteel al? We hebben bijna 1000 kratten. Lolfleet kan weer eens aanhalen nu de branden in Breng mij die kinderziel plaatsvinden. Bij Breng mij die tienerziel. Voor mij zijn nu redelijk alle bedrijven worden hoogtechnisch, behalve Oost-West Asbest. Tuurlijk weer, hetgene bedrijf wat misschien wel het gevaarlijkste bedrijf is in mijn hele stad, moet niet upgraden. Krijg eens voor elkaar. De zaak gaat slecht. Hoe dat zo? Wat is er aan de hand? Ik ben dol op het geluid van machines in de ochtend. Maar het is s'nachts. What the fuck? Krijg je dan weer voor elkaar dan? Nanosterine. 3D. Wat is dat nou? 3D-cox. Misschien is dat een soort naam voor een atoom of zo? Ik weet het niet. Dan en DNA. LTD. Leegstaande fabriek. Maar dit is ook van die gevaarlijke fabriek volgens mij. Dus. Weet je wat is dan misschien verstandiger als wij in plaats van een technische hogeschool de wetenschappelijke opleiding neerzetten? Welk was het nou? Welk van de drie dingen had ook weer dat je... Oh, ja, technische hogeschool überhaupt dan nodig. Of wou ik überhaupt op plaatsen? Maar dan kunnen we ook meteen de brandweer, speciale brandweerwagen neerzetten bij de grote brandweerkazerne. Zodat wij in ieder geval hebben dat wanneer er brand uitbreekt bij een van deze bedrijven, dat dan ze geblust kunnen worden. In plaats van dat alles in de hands vliegt en iedereen doodgaat. Dat is natuurlijk een stuk minder als dat gebeurt. Maar dan moeten wij even wachten totdat wij genoeg geld hebben om dat allemaal te plaatsen. Het is wachten totdat de eerste processors verkocht worden.
Moet natuurlijk eerst getransporteerd worden. We hebben momenteel 1300 kisten. Oké, vandaag worden 1000 kratten processen bezorgd. En hoeveel kregen we ook weer betaald? Per hoeveel? Volgens mij 1000, dacht ik. Ja, per 1000. De processors, die worden geëxporteerd. Ja, mooi. Dan komt als het goed is, binnenkort komt dus een vrachtwagen hier naartoe en die haalt het op. Mag ik open. Waar staan processors? Hier zo? Nee, handel. In ieder geval handel hier. Zie ik... Oh ja, het is een vrachtwagen die haalt nu de processor op. En we hebben onze monies binnen! Fuck yeah! Lekker veel geld verdienen. Al die flappen, laat maar binnenkomen. Even kijken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat we in de toekomst kunnen doen met elektronica. Dan kunnen wij, als het goed is, een fabriek consumentartikelen. Dan kunnen wij de, volgens mij, tv's en wat nog meer kunnen we maken. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Kunnen tv's... Geavanceerde processen in tv's, zodat je ze in slaap kunnen vallen bij gewelddadige programma's. Kijk eens aan, de beste programma's. Gewelddadig. Hebben we nu bijna... Oh, we hebben bijna 1000 kratten. Het gaat lekker. Het gaat echt lekker bij een processorfabriek. Even kijken. Nee, deze moet ik niet hebben. Ik moet even kijken bij de opslag shit. Wat wij hier dan konden krijgen bij de... Nee, klik ik weer op de verkeerde. Of wat we nog meer bij processen konden komen. Want we kunnen echt alleen maar kratten van tv's verkopen of niet. We hebben hier computers en tv's. Oh, oké. Dat is dus dan bij de elektronica dingetje die we dan op een gegeven moment kunnen bouwen. Als we daar zin in hebben en het geld en tijd voor hebben. Maar als eerst laten wij hier de technische hogeschool plaatsen. Dat lijkt me een gigantisch goed idee. Technische hogeschool, kom er maar bij. Zetten we hier zo aan, had ziek idee. Hopelijk komen nu meer studenten die technisch voorkeur hebben dat die hier naartoe komen en denken van... Goh, dit is eigenlijk wel een goede universiteit om onze technische carrière te beginnen. Engineering, dat is inderdaad techniek volgens mij. In het Engels. Wow, dit zijn mooie gebouwen. Westelijke droomtoren. Ligt hier al in het westen? Zien we niet zien. Als we daar het noorden hebben. Daar is het noorden. Dan ligt hij, ja, redelijk in het westen van mijn stad. Dus het klopt wel. Het klopt, het klopt. De torennaam klopt. Waar komen best al die hoge gebouwen vandaan? Niet dat ik dat erg vind of zo, maar ik vind het gewoon raar. Waar komen die opeens vandaan? Specialiseerde technologie ontdekt. Studenten werktuigbouw kunnen ontwikkelen nieuwe bestrijdingstechnieken voor gevaarlijke branden. Laten wij dan ook meteen even de beste brandweerkazerne neerzetten. We hebben nu toch het geld ervoor. Waar staat hij? Hier zo. Grote brandweerkazerne. Waar gaan we die eens plaatsen? Ik denk misschien het beste aan de hoofdweg. Beetje in de buurt van mijn industrie. Laten we nog even wel die kleine brandweerkazerne hier zo in de buurt staan. Ik heb hem trouwens niet zo goed geplaatst bij mijn pompinrichting. Mooi ja. Dan verwijderen we deze hier zo. Want zie ik de brandweerkazerne weg. We hebben in ieder geval de grote brandweerkazerne geplaatst. Deze kunnen we wel laten staan. Deze kleine hier. Dat is gewoon voor de plaatselijke branden hier. Want anders moeten de brandwagens weer helemaal over de snelweg die gigantisch vol zit. Om hier de brand te gaan blussen. Dus dat is niet handig. Maar laten wij dus even de gespecialiseerde brandweerwagens neerzetten. Zodat niet mijn hele stad afvikt. Mocht er een gevaarlijke brand ontstaan. We hebben niet genoeg geld. Hoe duur zijn deze dan? 40.000. Dat is niet goedkoop. We moeten even wachten tot onze volgende lading elektronische processors verkocht worden. Zodat wij weer mooi geld binnen krijgen. Hoeveel hebben we nu kratten? Oh ja, als het goed is wordt nu weer nieuw gehaald. Want hier staan weer 1000 kratten volgens mij. Die zijn die al opgehaald? Oh nee, die staan nog. Oké, dat is mooi. Wat staat hier nou weer? We hebben een nieuwe missie gekregen voor de processors. Oké, nu hebben we handelspoon nodig. Kunnen we... Oh, handelspoon hebben. Laat maar. Kunnen we legering en plastic importeren om vette processors van te maken. Moet de processorfabriek plaatsen en de arm uit de mouw steken. Dat heb ik al gedaan. Ik ga niet importeren, dat is fucking duur. Dat is fucking duur al die shit importeren. Want we hebben volgens mij wel genoeg grondstof om alles zelf te produceren. Dus waar de fuck moeten we het importeren eigenlijk? Waar de fuck missie? Waarom deze nou weer? Oké, we gaan zitten even een speciale brandweerwagen neerzetten. Hebben we nu een missie voor de brandweer of niet? Misschien een vuurwerkshow of niet? Wist je dat de garage voor een speciale wagens kunnen bouwen? Dat wist ik inderdaad. Die wou ik ook eigenlijk meteen neerzetten. Meneer, waarom stoort u mij in dat proces? Zo, daar zijn we erbij. En dan vliegt in ieder geval mijn stad niet uit. De branden van de buren worden ook geblust. Ja, maar die hebben volgens mij een ticht van die fabrieken die gevaarlijk zijn. Plaats is ook meteen erbij. Meer processors. Nog meer. Yes. Haha. Loopt de game nog vast? Oké, was er daar pliep gelijk wat even er tussendoor kwam. Produceert processors. Hoeveel produceren wij per uur? Geeft dit ook aan? 2400 kratten. Oké, dat is super mooi om te zien. Oké, staan hier weer 1000 kratten of niet? Ja, heel veel vrachten. Weet je, waarom hebben we trouwens nog opslagplaats voor de geringen en plastic? Oh ja, voor het importeren van die meuk. We kunnen het wel gewoon even doen, zodat we die missie completen en wij geld krijgen. Hoeveel krijgen we ervoor? 10.000. Is dat het waard? Is mijn vraag. Want als wij het plaatsen, dan krijgen wij dus wel veel inkomsten binnen. Maar aan de andere hand, dan krijgen wij... als we het importeren, dan kost het ons veel. Maar aan de andere hand krijgen we deze missie completen. Dan krijgen we waarschijnlijk vervolgmissies die meer waard zijn. Die gewoon goed zijn en dergelijke. Die me gewoon in de goede richting sturen.
Oké, het gaat goed bij de universiteit volgens mij. Wat kon er eigenlijk meer plaatsen? Oh, die gigantisch goede met verticale as windmolens. Laten we die even plaatsen. Afgekeurd? Oh, je moet nog een onderzoeksproject starten. Die kost iets van 60.000 simdollars. Dat schud ik niet zomaar uit mijn mouw. Volg de landwaarde van ons land, alsjeblieft. Oké, dat doe ik wel even. Dan plaats ik hier een mooi duur parkje neer. Als dat niet goed genoeg is, dan steek ik gewoon jullie huis in de fik. Dan moeten jullie maar opdonderen. Is dit een goed plekje ervoor of kunnen we nog even wat grote shit plaatsen? Ik denk dat we even wat grote shit kunnen plaatsen hier. Misschien deze? Oh, dat past perfect. Nou, doen we dat even. Nou, het ziek idee. Als het goed is hier de landwaarde nu omhoog geschoten of niet? Ik kan me voorstellen dat de landwaarde hier omhoog geschoten. Oh ja, wacht, ik had hier natuurlijk iets verwijderd door de landwaarde laag is geworden. Oké, landwaarde is hier verbeterd. Overstuur vanwege de landwaarde. Dat betekent in ieder geval dat ze nog wel tevreden zijn, hoop ik, of niet? Maar hoe zit dat? Hoe zit deze dan? Kun je deze upgraden of niet? Vond niks de landwaarde zo laag was? Geen idee. Oh, hier gaan ook al mijn huis weer upgraden. Nou, dat is fijn om te zien. Hier ook al mijn huis upgraden, dat is mooi. Moet hier wat huis upgraden of zo? Upgrade 2 voor hoge dichtheid. Graag zelfs, dat kan ik zeker gebruiken. Hogere gebouwen. Meer money, meer mensen, meer belastingcenten. Kijk eens aan. Wat is met de politie aan de hand? Moeten ze meer cellen hebben of zo? Ik heb precies 666 staken in de min. Hoe krijg ik het voor elkaar? We kunnen misdaad in de stad niet meer bijbenen. Misschien kun je een parkeerplaats voor politieauto's toevoegen. Ja hoor, dat kan ik doen. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat de misdaadcijfer hier hoog is in deze stad. Aangezien wij toch best wel goede misdaad hebben ofzo. Of ze hebben goede onderwijs. En in deze game is het zo, als je mensen... Hé, ik heb Rick gevonden. Grappig. Als mensen hier gewoon... Wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Oh ja, als het onderwijsniveau in een stad hoog is, dan is de misdaad over het algemeen laag. Ik weet niet of het in het echt ook zo werkt, want volgens mij krijg je alleen maar slimmer en zwaarder criminelen. Maar misschien ook niet. Ik weet niet hoe het zit in real life, maar in ieder geval in deze game is dat wel zo. Voor een stel wegen upgraden die misschien binnenkort ook de hoogte willen upgraden, alsjeblieft. Dat zou ik fijn vinden. Please, als jullie dat willen doen. Maar laten we even kijken hoe duur het onderzoekproject is. Drukken weg? Nee, die hoeft niet upgraden te worden. Momenteel, of wil dit gebouw upgraden hier? Vond niks dat land waar ze laag was. Nou, die is nu verbeterd, dus daar miep ze niet meer over. Wat is er elektriciteit aan de hand? Hebben we elektriciteit weer tekort? Ja hoor, we hebben weer elektriciteit tekort. Hoe kan dat weer? Ons subject starten. Deze... Oh, we kunnen hem doen. Maar dan hebben we... Oh nee, deze niet. Ik heb deze nodig. Verticale as. Hoe duur was die? Die was. Oh, we hebben genoeg van. Ons subject. En daar moeten ze een tijdje over doen of niet? Oh, daar moeten ze nog een tijdje over doen ook. Oh, hier net zoals met de academie. Oh, zo is dat. Maar goed, dat is voor een volgende aflevering. Dus ik wil jullie graag bedanken voor het kijken van deze aflevering van SimCity. Laat een duimpje en een reactie achter en abonneer op Kouders Gameplay als jullie dit leuke aflevering vonden. Dus ik zie jullie de volgende keer weer. Zet daarom hier. Laters. Of nee, blijf vloeien beste koekjes. Blijf vloeien.